Goedendag allemaal. Het afgelopen weekend was het weer gezellig druk, ook qua evenementen. Een van de dingen waar ik heen mocht gaan was de opening van het seizoen van de Wolfskamer. Een prachtige vereniging die de laatste maanden behoorlijke turbulentie heeft gekend. En wat dan de kracht van zo'n vereniging is, dat als er problemen zijn, dat er dan mensen opstaan die weer richting gaan geven, die rust creëren, zodat je met vertrouwen verder kan gaan. En dat is ook gebeurd. Dus graag hebben wethouder Fleur van der Kleij en ik de opening gedaan. Al helemaal omdat het in het volle zonnetje was op de skipiste. U kent ze ongetwijfeld allemaal, die dan mooi groen zijn. Nou, dat was al af en toe glibberen met mijn leren schoenen, maar het is gelukt. En wat deze gemeente ook heel erg kent, is het inclusieve karakter. Een aantal gemeenten in huizen hebben dat, waarin inclusiviteit volstrekt normaal en gewoon is. En dat is een groot compliment waard. Kortom, het was weer een feestje om er te zijn. En om al die enthousiaste vrijwilligers, bezoekers, klanten, noem ze allemaal maar op, te zien en te genieten. Tot de volgende keer.